Goedemiddag, heeft u al gestemd? Ja, ik heb vanmorgen mijn stem uitgebracht. Waarom is het voor u belangrijk om te stemmen? Nou, ik vind als je commentaar hebt, moet je ook stemmen. En het was dit jaar wel wat moeilijker om een keuze te maken, maar het is weer gelukt. Heeft u gestemd vandaag? Ik heb zeker gestemd vandaag, ja hoor. En waarom heeft u gestemd? Wat is voor u belangrijk? Nou, ik vind het democratisch. Als je dus niet stemt, heb je ook niks te vertellen. Heeft u gestemd vandaag? Inderdaad, ik heb vandaag gestemd. En waarom heeft u gestemd? Omdat je toch kunt op deze manier enigszins de politiek kunt beïnvloeden hier in de plaats waar je woont. Of de gemeente waarin je woont. Goedemiddag, heb je ook gestemd? Ja, ik heb gestemd. En waarom heb je gestemd? Nou, het gaat toch om mijn eigen gemeente. Dus ik vind het wel belangrijk om te stemmen. Goedemiddag, heeft u gestemd mevrouw? Zeker, vanmorgen om 8:30. Waarom heeft u gestemd? Ik vind het een voorrecht. Onze grootouders en ouders hebben gevochten in de oorlog om dat recht weer terug te krijgen. En dan denk ik van, dan moet je daar als mens van deze dag moet je daar gebruik van maken. Of heeft u al gestemd? Ik heb al gestemd, vanmorgen om 8:30. Als een van de eerste, denk ik, was ik er snel bij, ja. Is stemmen voor jou belangrijk? Ja, vind ik wel. We hebben het recht om te stemmen in Nederland. En als je iets wil zeggen over de besluitvorming, dan moet je zeker gaan stemmen. Al zou je blanco stemmen bij wijze van, maar dan laat je in ieder geval iets van je horen. Zijn er nog speciale thema's die je op dit moment erg interesseren? Gemeentelijk natuurlijk wel, dat er vanuit Den Haag veel meer bij de gemeentes neergelegd wordt. Dat het nu echt belangrijk is om te stemmen ook. En als je iets wil zeggen over zorg, of hoe er met de jeugd omgegaan wordt, of hoe er met de thuiszorg omgegaan wordt, of punten die belangrijk zijn, dat komt bij de gemeente, dat gaan onze bestuurders straks besluiten. Dus dan is het wel belangrijk dat je daar ook iets van zegt, wie dat dan mogen gaan besluiten. Oh, heeft u gestemd? Jazeker heb ik gestemd. En waarom heeft u gestemd? Omdat ik het enorm belangrijk vind om je stem te laten horen. En vooral nu met de gemeenteraadsverkiezingen vind ik het nog extra belangrijk. Omdat we staan dichter bij de deur. Dus dan is het ook heel belangrijk dat je je stem laat horen.